Dag allemaal, Anne Klemmulman hier. Welkom. Onze website is cwowi.eu, Church Without Walls International. We zijn deel van een wereldwijd netwerk van huiskerken. Heb je daar belangstelling voor? Wil je weten hoe dat gaat? Ga naar onze website. Je kan ook gaan naar de Engelse website als je de Engelse taal goed machtig bent. En dat is cwowi.org. Daar kun je heel veel informatie vinden enzovoort. Maar vandaag wil ik het hebben over: herinner je de woorden die hij tot jou gesproken heeft? Waarom is herinneren zoiets belangrijks? Als je de Bijbel, als je een studie gaat doen bijvoorbeeld, hè, je zoekt het woord herinnering, of breng opnieuw in herinnering, dan zul je zien dat er heel veel teksten zijn die erover gaan. En waarschijnlijk ken je ook de Israëlieten, je weet hoe dat was, met hen die hun beloofd was om het beloofde land in te gaan. En toen ze daar één keer waren, waren er zoveel moeilijkheden. En iedere keer was er wel weer iets toen ze in de woestijn waren, dat ze vergaten wat de Heer had gedaan. En ze schreeuwden het weer uit en ze wilden opnieuw weer hulp. En daarna ging het even weer goed. En dan was er weer een probleem. Hadden ze honger of hadden ze dorst? En dan waren ze vergeten wat de Heer voor hen had gedaan. Soms zijn wij ook zo, nietwaar? Wij zijn ook gewoon mens, dat wij vergeten wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Maar dat was wel een reden waarom ze, toen ze het beloofde land zouden binnengaan en ze die reuzen zagen en al die moeilijkheden in het natuurlijke, toen hadden ze zich moeten herinneren wat de Heer had gedaan in het verleden voor hen. Dat had ze kunnen sterken en waardoor ze wel in staat waren geweest om allemaal het beloofde land in te gaan. En zoals je weet, een meerderheid van die generatie mocht dat niet. Dus herinneren is belangrijk. Het is belangrijk om jezelf te herinneren wat het woord zegt in situaties, om elkaar in herinnering te brengen wat Hij gedaan heeft. Maar vandaag wil ik het specifiek hebben over woorden die de Heer tot jou gesproken heeft, om die weer opnieuw in herinnering te brengen als je door een moeilijke periode heen gaat. Natuurlijk kan je dat altijd doen, maar zeker als je door een periode heen gaat, ga weer terug naar de woorden die Hij daarvoor gesproken heeft. Ik heb de gewoonte om woorden die de Heer geeft op te schrijven in wat boekjes. Ook woorden die ik van andere mensen ontvang, waarvan ik weet dat ze een echt woord van de Heer. Ik schrijf het op, datum erbij. Soms in mijn Bijbel zet ik bijvoorbeeld een tekst die er uitspringt. En ik weet dat is voor mij, voor nu. Dan zet ik de datum erbij, zodat ik weet wanneer ik dat woord van de Heer ontvangen heb, dat rema wordt. Eén daarvan zal ik zo met jullie delen, Johannes 15. En dat was in de situatie toen Wil, hij heeft jarenlang gewerkt in de evangelische boekhandel in Deventer. Dat hebben we moeten sluiten, toen is hij even werkloos geweest. En toen kwam er een aanbieding voor hem om te werken in Driebergen, als manager van een grote evangelische boekhandel. En toen dachten we, wat moeten we dat doen of moeten we dat niet doen? Want de vraag was, het was gewoon een vereiste om dat te verhuizen. Vlak bij Utrecht in de buurt, voor degene die weten waar dat is. Wat wij dachten van, nou, in het natuurlijke willen we niet weg. We hebben een geweldige gemeente, we houden van de mensen daar. Waarom zouden we gaan? Denk je, ja, om een baan. Maar oké, wij wilden weten of het inderdaad de wil van de Heer was. Want dat is het belangrijkste. Was het belangrijkste? Is het nog steeds het belangrijkste in ons leven? En dat zal ook zo blijven, dat we in de wil van Hem zijn. Dus wij vroegen de vader, oké, vader, we hebben echt nu een woord van u nodig wat te doen. Is dit uw wil of is het niet uw wil? En ik weet nog dat ik in mijn Bijbel keek. En op een of andere manier kwam ik al heel snel bij deze tekst uit in Johannes 15. Waar staat, even kijken hoor, vers 16. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zoudt heen gaan. En vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Wel, en dat sprong eruit, hè. Ik heb je uitgekozen en u aangewezen opdat je zou heen gaan. En vrucht zo dragen. Dus voor mij, ik wist, oké, heen gaan is goed. Wil kreeg een ander woord op dat moment. Dat hij een vader zou zijn van de grote menigte. Many nations, vele volken, zegt eigenlijk de originele vertaling. Wat nu inderdaad ook zo geweest, ook zo is. En dat hij zijn land en zijn vader en zijn familie achter zich moet laten. En dat was ook precies daar waar hij geboren was. En dat was ook heel relevant voor hem. Omdat hij geboren was daar waar we toen woonden, ik niet. Ik kwam ergens anders vandaan. Oké, dus ze wisten allebei om te gaan en dat hebben we gedaan. De Heer voorzag in een huis en alles was perfect en volmaakt. Maar dan in die maanden daarna waren er wel situaties waarvan we soms dachten, nou, hadden we wel moeten gaan, hè? Waarom is het nu zo moeilijk? Want het was toch de Heer, waarom krijg je dan al die moeilijkheden?
Waarom zijn mensen daar tegen? Waarom maken ze het ons moeilijk? Dus in het natuurlijke kon je afvragen of het wel juist was. Maar we herinnerden ons en we herinneren elkaar daaraan van, maar dat heeft de Heer gesproken, weet je nog? En dat woord is waar en hij kan niet liegen. Dus we zitten op de goede plek. Het maakt niet uit. Sommige mensen zeggen wel eens, ja, ben je in de wil van de Heer, dan is alles perfect. En volmaakt, dan kan je zeggen, dat is niet zo. Meestal is dat niet zo. In Paulus' leven was dat niet zo. He, maar als je dingen meemaakt op dat moment, ga terug naar de woorden die hij tot jou gesproken heeft. Zeg je, kun je dat doen? Kan je teruggaan naar een woord wat misschien 10 jaar daarvoor of 20 jaar daarvoor tot jou gesproken heeft? Ja, dat kan. Hebben we daar een voorbeeld van in het woord? Dat hebben we. Bijvoorbeeld in het leven van Petrus. Ga eens even met mij naar Johannes 21. Even kijken, vers 18 en 19. Jezus zegt daar tegen Petrus, toen je jonger was, omgordde jij jezelf en je ging maar waarheen je wilde. Maar wanneer je eenmaal oud geworden bent, en onthoud dat oud, zul je je handen uitstrekken. Daarmee geeft hij aan een kruisdood, je handen uitstrekken. En de ander zal je omgorden en brengen waar je niet wil. Dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. Dus toen Petrus nog jong was, wist hij, ik zal pas sterven als ik oud word en ik zal sterven door middel van een kruisdood. Nou, dat heeft hij vast goed onthouden, want later, even kijken waar dat precies is, zo ongeveer 10 jaar later, in Handelingen hoofdstuk 12, vers 2, daar is hij in de gevangenis en daar staat, Herodes had de hand aan sommigen van de gemeente gelegd om hem kwaad te doen en hij liet Jacobus, de broer van Johannes, ombrengen met het zwaard. Hij zag dat de Joden dat welgevallig was. Nou, toen dacht hij, oké, ik neem ook Petrus in hechtenis. En met de andere woorden, om Petrus de volgende dag ook om te laten brengen door het zwaard. En dan staat er door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Maar toen het nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen in vers 6, lag Petrus die nacht te slapen. En een engel, die moest hem wakker, des Heren stond bij hem, scheen licht in het vertrek, en hij stootte Petrus in zijn zij om hem te wekken. Hij lag er gewoon lekker te slapen, en dan niet even eventjes, maar iets, ik bedoel, als er een fel licht is, dan word je daar wakker van, maar hij moest hem zelf wakker stoten. Hoe kon het dat Petrus zo diep in slaap kon zijn? Zeg je, ja, de gemeente bad voor hem, natuurlijk. Dat is ook zo, maar ik denk dat Petrus in die moeilijke situatie zich herinnerde wat de Heer tot hem gezegd had. Wat de Heer tot hem gezegd had 10 jaar terug. En hij wist ook, Jezus en God en de Vader, zij kunnen niet liegen. Als zij iets gesproken hebben, dan is dat zo. En hij heeft gezegd dat ik oud zou zijn. Hij heeft gezegd door de kruisdood. Dat wil niet zeggen dat ik nu al sterf, nu ik nog jong ben. En zeker niet door het zwaard. En ik geloof dat hij daarom rustig kon slapen. Dus als jij ook zo in zo'n situatie bent, je hebt niet altijd een woord op dat moment nodig. Dat kan. Je kan op dat moment denken, oh, dit is zo moeilijk, wat moet ik doen, help. Je gaat naar een profeet, want je wil een woord van de Heer horen. En soms doet hij dat ook, zo genadevol is hij. Of je gaat naar de Heer zelf en je wil een woord nu. En misschien geeft hij geen woord nu. Als je dat wel doet, prijs de Heer. Doet hij dat niet, wat ga je dan doen? Ga terug naar de woorden die je al kent van hem, die je al van hem gehoord hebt. Daarom schrijf je dingen op, daarom zet ik de datum erbij, omdat dat woord, wat Petrus zegt ook in het eerste hoofdstuk van zijn boek, 1 Petrus 1 vers 23, daar zegt hij, even kijken hoor, dat we uit onvergankelijk zaad wedergeboren zijn, het levende en blijvende woord van God. He, als hij spreekt, dat is als een zaadje. Daardoor ben je wedergeboren, maar ook die woorden van hem zijn ook levend en blijvend. Met andere woorden, dat woord verliest niet in kracht. Dat woord heeft dezelfde kracht. Is net zo waar 10 jaar later, 20, 30 jaar later, als het was op het moment dat het tot jou gesproken werd. Dus ben je in een moeilijke situatie, ga terug naar de woorden. Kijk in je boekje, kijk in je Bijbel. Herinner je de woorden, breng die daar opnieuw in gedachtenis. Wees in de aanwezigheid van de Heer en voel opnieuw dat je hart aangeraakt wordt door hem, dat je die vrede weer voelt en die blijdschap, dat je weet, yes, zo is het, dat is de waarde en zo zal het zijn. En laat je niet afbrengen door dingen die je om je heen ziet. Herinner je de woorden die jij tot God door jou gesproken hebt. Want het was een openbaring vanuit de hemel. Matthäus 16 zegt dat een openbaring vanuit de hemel.
Dat zelfs de poort in de hel niet kunnen beginnen tegen openbaring vanuit de hemel. Dus kijk naar die woorden, naar die openbaring die je al reeds ontvangen hebt. Ik hoop dat het een zegen was. Tot de volgende keer. Dag.